ben heel mijn leven al ontwerper. Toen ik 16 was, toen kwam ik erachter dat ik van ontwerpen mijn beroep kon maken. Tegenwoordig, als ik op een verjaardagsfeestje kom en ik zeg ik ben ontwerper, is dat sexy. Toen ik 16 was en ik legde aan mensen uit dat ik industriële vormgeving ging doen, toen moest ik uitleggen dat die bril die mensen op hadden en dat theelepeltje waar ze mee roerden, dat iemand bedacht had hoe dat eruit zag. Ik kwam erachter dat wat ik al heel mijn leven deed, dingen maken, dat ik daar mijn beroep van kon maken. Dus daarom ben ik ontwerper geworden. De wereld die ik zie, die is heel erg zoals iedereen hem ziet. Alleen er zijn details die mij meer opvallen. Hoe mensen met dingen omgaan, hoe mensen dingen gebruiken, hoe mensen dingen misbruiken. Als ik ontwerp, dan maak ik geen oplossing. Ik los geen probleem op, maar ik creëer mogelijkheden. En het misbruik van een product vind ik juist interessant. Een stoel is niet alleen maar om op te zitten, maar dus ook om op te staan om het peertje boven je tafel te vervangen. En alle producten die hebben meerdere functies in zich en dat probeer ik te stimuleren. En daar, op die manier worden mijn ontwerpen ook onderdeel van het dagelijks leven en het gebruik bij mensen. Het concept achter stoel of meubelstuk is eigenlijk de spelregels waar ik mij tijdens het spel van het ontwerpen aan hou. Af en toe breek ik de spelregels, wat dat hoort ook bij spelen. En op die manier kom ik tot een nieuw ontwerp. En de ene keer lukt me dat om in een maand een nieuw ontwerp te maken. In het geval van het Zuiderzee Museumstoel was dat een gevecht van anderhalf jaar, twee jaar voordat die stoel was zoals ik wou dat hij was. In 2009 vroeg Michiel Huizer of ik voor het museum de Zuiderzeestoel wou ontwerpen. Toen ben ik naar het museum gegaan, ben ik daar rond gaan lopen. Heb ik gekeken wat voor plek is het, wat voor stoelen hebben ze daar. En toen kwam ik erachter dat in de 17e, 18e, 19e eeuw dat ze eigenlijk maar één type stoel hadden, de knoppenstoel. En die kwam terug in de kerk aan de boerentafel en die kwam in een chique versie bij rijkere burgerij en dan was hij helemaal gedecoreerd terug. Maar in wezen was het telkens dezelfde stoel, maar het belangrijkste kenmerk voor mij was dat hij van stokken was gemaakt. Op een gegeven moment zaten we vast, we hadden allerlei tekeningen en het kon allemaal, het was niet echt een duidelijke richting waarvan ik zei van nou, die kant moeten we op of dit is echt het gouden idee. Toen heb ik gewoon een hele verzameling stokken laten aanrukken. Laten we gewoon met die stokken aan de slag gaan om te kijken wat de goede manier is om tot de stoel te komen. Uiteindelijk kwam ik uit op een heel simpel frame waar mijn doelstelling was om zo min mogelijk stokken en zo min mogelijk materiaal te gebruiken om de stoel zo licht mogelijk te maken. Daarvoor moest ik ook een zitting maken die constructief meewerkte. Dus de zitting die is helemaal om het stoelframe heen gevouwen. De rest van de stoel is ook heel erg rond en vriendelijk en daarmee uitnodigend om op te gaan zitten. En hij ziet er daardoor ook comfortabel uit. Op de stoelen in het Zuiderzeemuseum staan op sommige stoelen staat een pijltje. Het is een soort vraagtekentje wat totaal onduidelijk is waar dat vandaan komt en wat het betekent. Daar mag je dan zelf invulling aan geven. Als je de stoel koopt in het museum, om je eigen naam of de naam van je vriendin of de naam van je oma op die stoel te laten schilderen. In een mooie krulletter die ze in die tijd ook gebruikten. Dus daardoor krijgt die stoel een extra laag. Naast het industriële vervaardigde karakter heb je dan ook een ambachtelijke laag in de stoel.